geachte heer Venema, mevrouw Hoekstra, meneer De Vries, mevrouw Schelhaas en mevrouw Buma. Van harte welkom, en daar zit hij dan. Jokam zojuist interpelleerd en waarschijnlijk, ik roep er bij de Riksdalen, zonder enig benul of voorgevoel van wat u hier te wachten zou staan. Er zal vast door uw omgeving een geweldige smoes verzonnen zijn. En ik vraag u nu even geduld te hebben om mij desgewenst later daar toch voor betaald te zetten. Nu zit u hier feestelijk vooraan, omringd door uw dierbaren. En misschien heeft u ook mensen in de zaal herkend waarvan u dacht, hé, wat doet u hier? Ik hoop dat u goed zit. En als dat niet zo is, gaat u er heel goed voor zitten. Geachte familieleden, vrienden, collegeleden, raadsleden, geachte aanwezigen. Wat geweldig dat u vandaag aanwezig bent bij deze buitengewone bijeenkomst. Hartelijk dank voor uw komst naar de Pleerts in de mooie gemeente T. Jacksonville. U zult, en ik kijk even naar onze 5 eregasten op de voorste rij, inmiddels wel vermoeden waarom u onder valse voorwendselen naar deze locatie bent gelokt. De laatste werkdag voor de viering van Koningsdag is de dag waarop meerdere mensen in Nederland een koninklijke onderscheiding ontvangen, de zogenaamde lintjesregen. En deze ontvangen zij voor hun bijzondere inzet voor onze maatschappij. En toch hier een klein beetje historie. De geschiedenis van de koninklijke onderscheidingen is al ruim 200 jaar oud. Koning Willem I is de bedenker van de onderscheidingen. Hij wilde militairen of burgers die iets bijzonders hadden betekend belonen. We mogen dus met recht spreken van een jarenlange traditie. En vanaf vandaag hoort u 5 ook bij deze traditie. U, meneer Venema, mevrouw Hoekstra, meneer De Vries, mevrouw Schelhaas en mevrouw Buma, u heeft persoonlijk iets bijzonders gedaan voor de Nederlandse samenleving. En daar zijn wij met z'n allen erg trots op. En ik ga er zometeen individueel verder bij u op in. En aangezien we tweetalig zijn of meertalig zijn en ook in een gemixt gezelschap zitten, zal ik beide Rijkstalen vandaag ook gebruiken met uw welnemen. En dan is altijd de vraag, ken ik dan oer op de eerste Rijkstaal of op de tweede Rijkstaal, maar ik ken ook in ieder geval oer in de Friesk. Als eerste van uw eregasten zie ik mij graag het woord aan jou, meneer Willem Venema. Achter heer Venema. Jaarlijks komt er kunde van je oer uit de steeds. De heer Taco Weidhof komt vaak onverwacht even del bij jou thuis in hun griep. Dit jaar had Taco zijn visite voor het eerst een onkundige. Trok jou en jouw vrouw u te nooien voor een kopje koffie in de pleert. Nou, dat is slag. Voel je dat net nu? Ja, toch wel, ja. Jouw vrouw ziet er al in. Want als jou je kleze kleren aan gaan wonen. En wat fijn dat wij, jouw vrouw en de heer Weidhof, je joert wezen maaien. Maar eerst 24 jaar had jouw pomhouder best van de Van Kempkema Stichting. Jan Johannes van Kempkema van Jan Hoort, die keerman en groeneigenaar. En de stichting keerde opbrengst uit pacht van boerkerij en landerij uit om zijn erfgenamen. En met dank aan jouw inspannings komen deze opbrengsten zo'n 3 hier te goede om Jan Hoort. Hierdoor kennen jaarlijks tal van projecten van het dorp en haar inwenders stiepen worden. En zo'n 1999 ben je ook bestuurslid van de Van der Meer Boerema Stichting. Jouw zwartje voor de volslijnde boekhouding van de stichting. Na het versterren van de heer Sapen van der Meer in 1999 kwam de stichting te staan. Maar als doel het bevorderen van het cultureel, sociaal en kerkelijke werk in de Triwaden. En verskaten organisaties en projecten had je hier maar stiepen kregen. En in 2001 had je ook de stichting Blessed Generations oprichten. En in 2003 kwam direct de Nederlandse afdeling bij.
Oant en mei 2018 ben ik vrijwilliger voor deze organisatie. Die nieuwe gewerking met Keniaanse bennenbescherming, bern in nood opvangen en zorgen voor haar onderwijs. Jouw dochter Ria woont al 16 jaar in Kenia. En zorgen daar tegeren met 80 lokale meiwerkers voor ongeveer 700 bern en jongeren. En die verzorgen de basis- en vervolgonderwijs. Een part van de bern wordt opvangen of krijgt het via het gezin extra zieken. Jou haar een grote rol spelen in het inzamelen van geld uit fondsen. En jou binnen daarmee een van heel grote waarde voor een hele grote bern in nood in Kenia. Zien de termijn, de uitstraling en de budgetting van al jouw activiteiten had dit zijn, Zijne Majesteit de Koning behagen, jou te meneren tot lid in de orde van Oranje Nassau. En de heer Versier zal erbij, dus ik wil graag bij jou opgesteld. Mevrouw Treintje Geertje Hoekstra Twijnstra. Achter mevrouw Hoekstra. Kon jou jouw nieuwsgierigers arm dat tijd wel bedwingen? Mevrouw Hoekstra, haar man, hier, zei, hier zijn vrouw, zei dat zij een uitnodiging kregen hier van 26 april. Als zoet jongetje 86, alweer een strijd 30 jaar dus, zette jou jouw in als vrijwilliger bij de PKN-tjerk in Jestermaar. Jouw in onder andere voorzitter, letter bestuurslid van het zangkoor Ta Gods Eer. Leider van jeugdclubs, bestuurslid van de jonge vrouwengroep, lid van de Ben en Neventjeest en Biemenwerkgroep. En dan ben ik lang net volslijn. Wat jou typeert is dat jou altijd eeg hebben voor waar tussen dwaal en skipheid. Wat jou zelfs voor haar een dwaankinder, dat doge jou. Wat je oren, werd je oren bij neder houden, dan kaart je dat om. En in het kerkgemeenschap ben je aandachtig en altijd belutsen. In 1998 ben je als voorzitter en rayoncoach geworden van de werkgroep Jestermaar van het Nederlands Bijbelgenootschap. Je organiseerde een verskaat aan activiteiten. Van de Bijbelsnijn rond de Bijbelquiz en de kerkgemeenschap van het NBG. Al jaren ben je op de drillende kracht achter het vrijwilligerswerk van het genootschap. In jouw wenplak Jestermaar en in het rayon. En vanaf 2006 tot en met 2010 ben je voorzitter van de personeelsvereniging Het Skewiel. En zo'n 2013 zette je jou in als voorzitter van jouw eigen buurtvereniging Het Vjouwenkant in Jestermaar. Verskate gezinnen en bern uit de buurt hebben op 4 december binnen verrast door jou in het naam van Sinterklaas. En al meerdere jaren zette jou in voor Dorcas. Binnen jou vanaf 2013 vrijwilliger actief voor deze organisatie in Jestermaar en in Drachten. En als coördinator zette jou in voor acties om kleren en eten in te samelen. Jou bent mij heel jou het belutsen bij het werk van de allereerste. Daarom had het Zijne Majesteit de Koning behagen, schoon jouw termijn, de uitstraling en de budgetting van al jouw activiteiten om jou te meneren tot lid in de award van Oranje Nassau. En ik zou graag jou uitnodigen om de versierzone op te spelen. Ja. Is hier erbij.
Alsjeblieft. Ja. Gefeliciteerd. Oké, okay, tegen we daar. Ja. Ja. Goed zo. Ja, super. Ritsie, ik draag tot jou, de heer Eeuwen de Vries uit Oortjerk. Jou zoon hier vanmorgen mij Liekele en Neermala, de boer Harm Tolm, heel hier huwelijk vieren. Ja. Ja. Maar dan mag je hem een oorkeer een gebakje vreten. Het draait je goed om jou, heer de Vries. Als zoon, Njontje 76, heer de boer, Njontje 76. Dat is al 42 jaar. Ben je maander op de Oortjerk Moornen. Jouw functie is bijzonder. En valt net vaneer, zond het begin vliegen hier onder het wraad erfgoed, zo mag ik goed zeggen, van UNESCO. Jouw rondleidings om jongenhoud, squalen en bedrijven. En hebben daarmee zorgen dat de Moornen ook voor de Nijtingse bewaren bleven is. Jouw beroep als maander is daar op mij de paplepel in. Jouw heid wie maander van beroep op de steenhuizenmolen die correct onder stiens stiet. En nou zorg je er zelfs voor dat het cultuurhistorische vak weer terugjong wordt aan oren. En ik ga je dat jou zo lang wat je kinderen terugjongen willen bij het bijzondere vakwerk. Van 2019 tot 2016 ben je ook initiatiefnemer geweest van de Laan IJsbaan en pomhouder van de IJsbaanvereniging in Oortjerk. Mij trof jouw inzet in het dorp haar omjouwing als het even vries geniertje van natuur is. En als het net IJs is, ben je te vinden op de fiets. In 2008 had je een wielerploeg opgebracht voor Oortjerk en omjouwing. En wat zie je met mooie ritten terug uw eigen gemeente en ik verwacht je ook daarboven. Zonder termijn, de uitstraling van jouw werk en de budgetting van al jouw activiteiten, had het zijn de majesteit de koning behagen jou te benemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. En de heer Versier zond bij en die wil graag bij je opspelen. Alleen goed, maar. Gefeliciteerd. Dank u wel. Wat is een mooie? Ja. Ja, wat is dit nog maar eens, joh? Onderkomen. Binnen gewoon een graag van de harde. En ik richt mij graag tot mevrouw Geertruide Schelhaas Kraak uit Hurragrijp, geachte mevrouw Schelhaas. Al in de jaren 80 was u lid van de adviescommissie Hollandse Maatschappij van Landbouw in Den Haag. Namens deze maatschappij was u tevens lid van de onderwijsraad en provinciaal vertegenwoordiger voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. Ook in die tijd was u al actief in de samenleving met bestuursfuncties bij de kleuterschool, de christelijke basisschool in Landsmeer. En dacht u mee in een fusieproces en de bouw van de basisschool. U bent meer dan 35 jaar actief geweest bij de vrouwen van u. In diverse bestuursfuncties in uw voormalige woonplaats Landsmeer en later binnen de afdeling Huddengriep. U was daarnaast een periode contactvrouw en lid van de reiscommissie. U nam initiatief en organiseerde verschillende activiteiten, zoals een verbindingsdag, een symposium over vitaal platteland en een actie ter behoud van de bibliotheek, en dat noem ik nog niet eens alle activiteiten. In de jaren 90 vertrok u met uw gezin naar Huddengriep. En als burgemeester kan u niet anders zeggen dan dat ik dat een verstandige en begrijpelijke keuze vindt. Ook hier zette u zich in als vrijwilliger voor de samenleving. Zo maakt u zich hard voor het versterken van de leefbaarheid van het dorp en specifiek voor de openbare orde en veiligheid. Als lid van de dorpsraad Huddengriep.
En hij was bestuurslid van de Hendrik Algra School in Hurrebriep. En van 1996 tot 2003 was u secretaris van de Stichting Genealogisch Onderzoek Kraak. U leverde bijdrage aan het genealogisch tijdschrift De Stelling. Sinds 2008 bent u medeoprichter en medevoorzitter van het breincafé De Steek in Hurrebriep. Met elkaar breidt u voor goede doelen en culturele uitingen en werkt u daarbij met gekregen of gebruikt materiaal. En ik heb begrepen dat u nog nooit een bolletje wol hebt gekocht voor die club. U maakt uit dit materiaal een hele mooie breisels en zo herinner ik mij ook een duo-trui waar ik vorig jaar in mocht staan ten bate van een veiling voor het goede doel. En u bent een van de drijvende krachten achter het breicafé. Het breicafé zet zich al jarenlang belangeloos in voor goede doelen, zowel nationaal als internationaal. En bovendien is het breicafé een sociale ontmoetingsplaats. Met veel aandacht voor de sfeer en persoonlijk welzijn als tegenwicht tegen eenzaamheid, waardoor de gemeenschapszin onderling wordt bevorderd. U verzorgt instructies, bereidt voorbeelden en controleert, sorteert de ontvangen wol en de breiaccessoires. Mensen in de zaal kennen wellicht enkele projecten die u gedaan heeft, namelijk de tentoonstelling met de 150 mutsen bij de voorstelling in het kader van het 100-jarig bestaan van de Friese Elfsteden. Maar ook het tentoonstellingsproject van het Fries Museum, waarbij 100 klassenassistenten het breien is aangeleerd. Zodat zij de kunst van het breien zouden gaan overbrengen op kinderen van de basisscholen in Leeuwarden. Daarnaast levert het breicafé werk voor toneelgezelschappen, het theater, musea en stichtingen. Onder andere in Sint-Petersburg en Roemenië. In 2015 ontving het breicafé hiervoor de cultuurprijs van de gemeente Tietjerkse-Riel. U levert met uw breicafé niet alleen de mooiste breiwerken. Ik heb ook gehoord dat u voor theater als breiende oma heeft opgetreden in de voorstelling Breitje. Kortom, het zou niet verbazen dat het daarom het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd. Vanwege de duur, de uitstraling en betekenis van uw activiteiten. U te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En daarvoor speelt de kracht de versiersel bij u op. Gisteren nog een hele lijst gemaakt met wat voor alleen dingen. Dat hebben wij gedaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Die draaien we even om voor binnen. In de jaren 60 was u actief als leider van de zondagsschool voor de Nederlands Gevormde Kerk in Zuid-Laren. Ook u verhuisde naar Hurrebriep en vanaf de jaren 70 was u vrijwilliger bij buurthuis De Wissel in Hurrebriep en hielp u bij de peuterspeelzaal en ondersteunde u bij huiswerkbegeleiding. U bent jaren actief geweest voor Amnesty International afdeling Hurrebriep als vrijwilliger en voorzitter. En u was medeoprichter en voorzitter van de Amnesty Theatergroep. Met 4 voorstellingen verzorgden jullie in totaal 130 optredens. Een van die producties werd genomineerd voor de landelijke Marga Klompetenreis. Daarnaast bent u al ruim 30 jaar bestuurslid en vrijwilliger als vrijwilliger nauw betrokken bij buurtvereniging Jentwarren en Sinderhoven. En als redactielid verzorgt u de buurtkranten en werkt u mee aan een film over de buurt en de bewoners. Ook werd u het aanspreekpunt voor uw buurvrouw die uw hulp erg waardeert. En sinds 2007 bent u voorzitter, bestuurslid en vrijwilliger bij de vrouwen van uw afdeling. En samen met mevrouw Schellaars richt u het breicafé De Steek op, waar u nu ook nog zeer actief in bent. Nou, voor het breicafé is al heel veel gezegd, dus dat ga ik niet nog een keer herhalen. Maar wat wel bijzonder daarbij is, is dat u zelf niet breidt. Ja. Wellicht kunt u het leren.
En dat u alle activiteiten organiseert en regelt en de contacten met de diverse organisaties onderhoudt. In het breicafé zijn alle vrouwen die samen willen breien welkom, ook niet-leden en ook niet-breiers. Door zo open te staan voor de inbreng van iedere vrouw, brengt u de missie van de vrouwen van nu in de praktijk, namelijk met de kracht van vrouwen de samenleving versterken. Kortom, vanwege de duur, de uitstraling en de betekenis van al uw activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd ook u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En daar horen we versierd door de wijze die ik graag wil opslaan. Ja, een hele bijzondere dag dat wij Joert vier meesten decoreren maar in het Terkse deel. Ik mocht Joert namens de koning mocht ik vier meesten bedanken voor hun inzet voor de meerskip. Die hebben al die mooie lintje gekregen. En het is een hele feestelijke dag waar iedereen hartstikke blij mee is. Dus iedereen gefeliciteerd met deze mooie verdienste. De vrijwilligers zijn echt van belang voor ons meerskip, voor het Terkse deel. Zij zijn het cement van uw samenleving, dus ik ben er heel erg grutskop dat wij deze meesten op deze manier complimenteren. Tegen dank!